De tweede kandidaat wordt nu op een filmpje voorgesteld aan het publiek. We gaan ook even meeluisteren. De tweede kandidaat is Hawig Elders, de jongste van het stel, 19 jaar oud. We zien op een groot scherm zien we haar spelen nu. Ik ben echt heel erg blij natuurlijk. En natuurlijk eigenlijk de mooiste prijs om het worstak met orkest te mogen spelen. Dus ik ben echt heel blij. Ik ga het worstak vioolconcert spelen. Het is echt een prachtig stuk met heel mooie vioolsolo's en een prachtige orchestratie. En heel romantisch, maar ja, ik vind het echt heel mooi om te spelen. Ik ben wel vaak naar concerten geweest in Tivoli in de grote zaal en ik vond het echt geweldig. Ook bijvoorbeeld naar het Kamermuziekfestival van Janine Jansen. En ja, ik vind het echt heel speciaal dat ik daar nu zelf mag spelen. Ja, echt heel veel zin. Ja, echt heel veel. Nou, het plezier spat er vanaf bij Hawig Elders, 19 jaar oud. De jongste van het stel die zometeen het vioolconcert van Dvorak gaat spelen. En volgens mij moeten die nog even, ja, er wordt nog even bijgestemd. En dan gaan we heel hard klappen voor Hawig en maestro Otto Task. Het residentieorkest, dat hoort u Ab Nieuwdorp zeggen, de zaalpresentator. U kent hem ook natuurlijk als Radio 4-presentator van de klassieken. Stem nog even bij voordat Hawig Elders dan op gaat komen. Het vioolconcert van Antonín Dvořák, ook dat is niet een heel veel gespeeld vioolconcert. Net als het vioolconcert van Robert Schumann. En ook dit concert is voor de beroemde violist Jozef Joachim geschreven. Althans, het werd aan hem voorgelegd. Zo van, wat vind je ervan? En heb je nog suggesties? Het applaus is nu voor Hawig Elders. Daar komt zij. 19 lentes jong. Een lange blauwe jurk. Ja, dat is toch ook nog een kind gewoon. Maar wel een heel muzikaal kind. Het vioolconcert van Antonín Dvořák met het residentieorkest onder leiding van Otto Tausk, de tweede finaliste in het Nationaal Nederlands Vioolconcours.
Thank you.